opent de raadsvergadering van 10 oktober. Welkom uiteraard aan de raad en college. Welkom aan alle mensen die kijken, zowel op de tribune als thuis. Meneer Heidakker. Goedenavond, voorzitter, edelachtbare burgemeester, wethouders en raadsleden en overigen, uiteraard. Vorige week stond ik in Nistelrooy om hierover te praten namens de inwoners van Voorneputten, Rozenburg en ook de waterweggebieden vanuit de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het is namelijk zo dat kapmessen en hakbijlen moedwillig wegbezuinigen van de huisartsenposten, spoedeisende hulpafdelingen, inclusief de IC's en specialistische zorgaanbod in de regionale ziekenhuizen. Het ontslaan van enorm veel deskundige ambulance en SEH-personeel in het hele westelijke gedeelte van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is de doodsteek van nu. Door verkeerde bezuinigingsadviezen van het niet onafhankelijke regionaal overleg acute zorg, het ROAS, ingegeven door de top van het traumatologisch centrum Erasmus MC, heeft het hele acute zorggebeuren geen goed gedaan en is een regelrechte ramp geworden. Vergelijkbaar met de watersnoodramp die zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953 plaatsvond, waar 1830 geregistreerde personen omkwamen. De oorzaak daarvan waren ook enorme bezuinigingsmaatregelen net na de oorlog. Het enige wat hiervan afhangt is dat de dodelijke slachtoffers die te laat in acute nood verkeren, worden geholpen nu niet te meten zijn. Jazeker, de macht op acute zorg en nu direct om in te grijpen moet terugkomen in de burgemeesters, in de handen van de burgemeesters en de Rijksoverheid. Staatssecretaris Zorg, onder andere de heer Van Rijn, wentelt het probleem af op de goede afspraken die het acute zorgkartel met elkaar maken. Acute zorg is niet te begroten. Zie maar de onlangs grote incidenten bij Shell Pernis en ExxonMobil. Mobiel. De zorgverzekeraar Silver Kruis en CZ aan kop hebben de vergoedingen gekort op alle acute zorgaanbod voor onze burgers in de waterweggebieden Voorneputten en Rozenburg en de deelgemeente Hoogvliet, waardoor wij verworden zijn tot derde rangs burger. Circa 400.000 in totaal. Zij laten 10,5 miljard euro moedwillig ongebruikt op de planken liggen. De heer PC van der Velde, raad van bestuurslid van het Spijkenisse Medisch Centrum, vindt het niet het belangrijkste om volwaardig spoedeisende hulp met IC's in zijn ziekenhuis te runnen. Hij laat liever onze burgers ver weg van het huis, van huis in acute noodverkerende lijden. De kosten liggen vooral bij de burgers die het overkomen. Ik heb zelf met hem gesproken, daar heeft hij dit ook gezegd. Door de overheid werd in 2016 18 miljoen besteed aan het hele veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gebeuren. De ambulancezorg besteedt 23,2 miljoen. De gemeenten betalen 80,7 miljoen. En overinkomsten zijn 5,2 miljoen. Euro, het totaal 127,1 miljoen aan inkomsten. Er wordt voor 26,6 miljoen aan ambulancezorg besteed. De rest gaat op aan meldkamer en brandweer, etc. Zie het jaarverslag van 2016 van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Graag zouden wij als burgers de vragen beantwoord willen zien. Vraag 1. Krijgt u als gemeente het uitgegeven geld terug van de zorgverzekeraars? Vraag 2. Waarom heeft u allen en de 15 burgemeesters van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zo weinig of geen invloed op de invulling van de noodzaak? Als u weet dat wij als burgers al zoveel betalen, 80,7 miljoen via de gemeentelijke belastingen van de totale inkomsten van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. En ook nog eens heel erg veel aan zorgverzekeraars via de premie en de eigen risicobijdrage. Vraag 3. Neemt u, edelachtbare burgemeester meneer De Jong, al onze argumenten mee in uw veiligheidsregiovergadering? Als reactie op het beleidsplan van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2018-2022. Om alle verbetering om de acute zorg te kunnen verwezenlijken. Vraag 4.
gaat u onderzoek laten uitvoeren naar de status van het opleidingsniveau en de haalbaarheid om op zeer korte termijn voldoende spoedeisende hulp en ambulancepersoneel in te kunnen zetten voor onze burgerveiligheid. En vraag 5, eist u een hap op voordeur terug? Want dat is ook een van de belangrijkste oorzaken. Namens mijzelf, de Stichting Acute Zorg voor de Putte Rozenburg en de burgers van dit gebied. Dank u wel. Kijk even rond of er vragen zijn vanuit de commissie. Vanuit de raad, sorry. Alleen meneer Gouwenland, meer niet? Gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter. De eerste vraag die bij me opkomt, meneer Heidak, dank u wel. Heeft het op papier staan wat u ingesproken heeft? Want u heeft heel veel informatie. Ik denk dat ik heb dat in kopie en ik zal dat naar de heer De Vries toesturen. Uiteraard de hele tekstkaart u voor mij. Heel graag, dank u wel. U heeft al, als het goed is, het jaarverslag gekregen. Daarin staan al die bedragen die u ook kunt vinden, die ik heb opgenoemd. Maar die heb ik al wel, maar ik wilde dit toch nog eventjes wel voor mezelf houden. Anders is het alleen maar een beetje voorlezen en meelezen. Vandaag. Mag ik even ingaan op uw vraag 4 aan de burgemeester? Om ervoor te zorgen dat het opleidingsniveau van het ambulancepersoneel verbeterd wordt. Nou, een onderzoek laten uitvoeren, en, ja. En u noemde ergens vooraan in uw inspraak, zei u dat een van de problemen was dat op grote schaal gekwalificeerd ambulancepersoneel was ontslagen in het westelijk deel van de veiligheidsregio. Ja. We hebben toevallig een tijdje terug iemand van de veiligheidsregio hier gehad die zei dat het zo heel moeilijk was om personeel te krijgen. En u zegt nu dat er op grote schaal mensen zijn ontslagen. Ik vind dat een heel interessant gegeven en ik wil u vragen, kunt u mij verwijzen naar waar ik de achtergrond... Ik ga dat inderdaad voor u uitzoeken. Ik heb dat wel ergens staan in mijn archief, maar ik heb ook nog wel... Het gaat niet alleen om het ambulancepersoneel, het gaat ook om het personeel bij de spoedeisende hulpen. U weet dat 1 januari 2015 in het SMC al de spoedeisende hulp en heel veel afdelingen daar wat dicht zijn gegaan, waarbij 60 mensen zijn ontslagen. Een jaar later zijn er nog een keer 46 mensen ontslagen in het SMC. Dus je praat al gauw over meer dan 100 mensen. En dat is dan niet alleen spoedeisend hulppersoneel, maar de IC's die zijn verdwenen. De spoedeisende hulp is een pleisterplaats geworden en geen spoedeisende hulp meer, want de ambulances die rijden gewoon de brug over. Als die nog, tenminste, als ze er overheen kunnen, dat is een ander probleem, maar goed. Dat is wat een beetje de afgelopen jaren is gebeurd. Men is aan het verschalen gegaan, men is verkeerd aan het bezuinigen gegaan. En nu is het de tijd dat je erachter komt dat de veroudering ook gaat toeslaan onder het personeel van de ambulancediensten en zo. En van de spoedeisende hulp. En je bent niet op tijd, je gaat het niet redden. Dat staat ook in uw brief trouwens aan de raad, heb ik gelezen, ja. Burgemeester. U heeft het ook erkend, dus... Staat erin. Rond u af, zou ik zeggen. Ja, maar ja. Nou, ik wil nog even alleen op uw brief eventjes reageren. Nee, uw inspraak was al klaar, dus u krijgt zometeen antwoord op uw inspraak. Dat doen we bij agenda punt 7a. Ja. Dan wordt de motie behandeld en dan kom ik ook terug op die vraag. Ik ga nog een tweede ronde. Nee, u krijgt geen tweede ronde. Oh, heel jammer. Ja. Dank u wel. Wilt u de knop nog even van de microfoon uitdoen? Sorry. Ja. Dank u wel. Mevrouw Vermeer. Ik zou graag willen vragen om de brief nummer 10 te agenderen, aanrijdtijdenambulance. We moeten scherp blijven kijken naar de ontwikkelingen van de percentage aanrijdtijden. En ook gezien de motie die er vanavond wordt ingediend, is de aandacht voor de ambulancezorg zeer gerechtvaardigd. Dank u wel, mevrouw Roggeveen. Wij hadden ook agenda of nummer 10, de brief van de ambulances. Dank u wel. Gaan we door naar agenda punt 7a. Dat is dan de motie. Meneer Heindijk heeft het woord. Voorzitter, dank u wel. Mevrouw Roggeveen en ik, zo moet ik het zeggen, wij hebben de afspraak die we met de raad gemaakt hebben, die hebben we dan vanavond op papier staan. We hadden natuurlijk bij de behandeling van de kadernota, had zowel de Partij van de Arbeid als de VVD een motie voor de aanrijdtijden van de ambulancediensten en de huisartsenpost voor een putten. En de raad heeft toen geadviseerd van maak er één mooi sluitende motie van. En met medewerking van ook andere fracties, voorzitter, is die tot stand gekomen. Ik wil hem dan ook graag even aan u aanbieden. De motie aanrijdtijden ambulance huisartsenpost.
De raad vond de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 10 oktober 2017. Overwegende dat de landelijke vastgestelde norm bij spoedritten van ambulances is dat uitrukkende ambulances in 95% van de gevallen binnen 15 minuten op het adres van het alarm moet zijn. De wachttijden in de huisartsenpost, de HAP in Spijkenisse, vaak te lang zijn en dat daardoor veel inwoners een tweede HAP op Voorne terug willen. Het de betrokken organisaties niet mogelijk lijkt een tweede volledig geroutineerde HAP op de Voorneputten te realiseren. Door het sluiten van de HAP Hellevoetsluis de druk toeneemt op de ambulancezorg en overwegende dat tijdens de onregelmatige uren meer mensen 112 bellen. Is van mening dat de gemeenteraden een signalerende taak hebben en de raden op Voorneputten de collegeleden ondersteunen door middel van deze motie. We zijn ook van mening dat de landelijk vastgestelde norm 95% 15 minuten bij spoedrichten gehaald moet worden. Wij verzoeken het college gezamenlijk met de collega-colleges op Voorneputten het bij de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op aan te bedringen dat de landelijke norm van 95% binnen 15 minuten voor Voorneputten gehaald gaat worden bij spoedritten. Wij verzoeken u ook dat haar invloed aan te wenden om de serviceverlening van de HAP in Spijkenisse te verbeteren. Als mede deze motie kenbaar te maken aan de gemeenteraad op Voorneputten. En we verzoeken ook het college de gemeenteraad op Voorneputten zo spoedig mogelijk te informeren over de boven genoemde acties. Voorzitter, hierbij dien ik dan ook de motie in namens de VVD, Partij van de Arbeid en ook ondertekend door Inwonersbelang Westvoorne. Dank u wel. Dank u wel. Kijk eerst de raad rond of er vragen zijn bij deze motie en opmerking. Ja, toch. Gaat u gang. Ja, voorzitter, het gaat wat mij betreft vooral om de tekst rond de HAP in de Spijkenisse. De motie geeft aan dat als de situatie verbeterd is, dat we dan tevreden zijn met de HAP in Spijkenisse. Dus er wordt niet als alternatief aangegeven en of een tweede HAP op Voorne. Dus met andere woorden, deze motie geeft aan, als de situatie verbetert in Spijkenisse, zijn we tevreden. Is dat inderdaad de intentie of zit daar toch nog een van als de situatie niet verbetert, wat dan? We hebben hem... Even wachten, ho. Er zijn voorzitters die dat regelen, meneer Eindijk. U bent straks aan de beurt, weet u nog? Ik ga door. Meneer Vriend. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik had eigenlijk even nog een vraag in de overwegingen. Er is me iets niet helemaal duidelijk, maar misschien dat ik het verkeerd interpreteer. De inwoners, die willen een tweede HAP op Voorne. En de betrokken organisaties achten niet mogelijk een tweede volledig goedgekeurde HAP op Voorneputten te realiseren. Ik proef daar wat tegenstrijdigs in. Dreigen we hier nu mee de inwoners op Voorne, nou ja, een beetje minder te geven dan ze graag willen? Of kunt u dat verduidelijken nog even voor mij? Ik zag ook anderen. Mevrouw Vermeer, gaat u gaan. Ik hoor dagelijks vanuit de sector de problemen die momenteel in de ambulance zorgverlening aanwezig zijn. De aanrijdtijden lopen op. En de belangrijkste oorzaak is dat mensen inderdaad 112 bellen, omdat in de avond en de nacht is er ontoereikende huisartsenzorg beschikbaar. De druk op de acute hulpverlening neemt daardoor toe. En dat is ernstig, want allereerst voor patiënten, de zorg komt vaak te laat. Maar ook voor mensen die werken in de zorg, de druk neemt toe omdat er personeelstekort is. Het is heel lastig om goed gekwalificeerde mensen te krijgen. De kwalificaties die de ambulance mensen hebben zijn anders dan die op de spoedeisende hulp werken. De partners in de zorg verlammen elkaar momenteel, want er is soms een ziekenhuisstop. En vervoerders rijden rondjes om een patiënt in een ziekenhuis te krijgen.
Daarom is het heel erg belangrijk om deze motie met elkaar raadsbreed te ondersteunen. En het college kan gewapend met deze motie gaan praten met de burgemeesters binnen de 15 gemeenten om oplossingen te vinden. Zodat de aanrijdtijden op landelijk niveau komen, 95% van de ritten binnen 15 minuten in West-Voorne. En dit wordt de laatste jaren niet meer gehaald. Het wordt eigenlijk steeds ernstiger. En ja, dat kunnen we als raad denk ik niet accepteren. Dus ik zou eigenlijk jullie alle willen oproepen. Ondersteun deze motie. En dan kunnen we het college op stap sturen met de opdracht om naar oplossingen te zoeken. Meneer Gelderland. Dank u, voorzitter. Ja, ik wilde graag nog wat opmerkingen maken en ook wat vragen stellen. Ik begrijp de samenhang, ook na de inspraak door de heer Heidakker, de samenhang tussen de problemen van de HAP en de ambulancezorg. Maar ik vraag me af of het de meest slimme oplossing is om die twee oplossingen ook op één hoop in één motie te zetten. Er is een heel duidelijk gekwantificeerd doel voor de ambulances. Maar ik lees over de wachttijden in de huisartsenpost dat die vaak te lang zijn. En dat is toch een beetje een subjectief begrip. In het weekend naar de dokter is niet leuk, naar de dokter gaan is nooit leuk. Daar een paar uur wachten is inderdaad niet leuk, maar wat is te lang? Dan stel ik vast dat de oplossing nu dus, het verbeteren van de serviceverlening van die HAP, ja, is toch een tikje vaag. En dat is ook met de invloed, en wat dat betreft zou ik het college willen vragen, om eens te schetsen hoe ver die invloed reikt. Bij de overwegingen staat bijvoorbeeld dat het de betrokken organisaties niet mogelijk is of lijkt een tweede HAP te creëren. Nou, wie zijn nou die betrokken organisaties en in hoeverre heeft het college daar invloed op? In hoeverre, dat is eigenlijk mijn vraag, gaat deze motie bijdragen aan een oplossing van de problemen? Ik zou nog even willen wijzen op wat de heer Heidakker, dacht ik, zei in zijn inspraak. Die raadde ons aan, het college, om een zienswijze in te dienen op het beleidsplan 2018-2022 van de VRR, dat pas gepresenteerd is hier. Ik denk dat dat nog even los van de motie, maar ook zeker een zeer goed middel is om deze problematiek onder aandacht te brengen en een concrete oplossing te vragen. Dank u wel. Dank u wel. Anderen nog? Niets. Ik kijk ook even naar wethouder Blok, het college. Dit is verdeeld over twee portefeuilles, dus de veiligheid, maar ook zeker de volksgezondheid. En wethouder Blok wil langs Dielenweg, denk ik, wat antwoorden geven. Ja, ik heb ook nog een vraag. Dus die kan er dan meteen in tweede instantie wellicht meegenomen worden door de indieners. Even met betrekking tot inderdaad de combinatie HAP en ambulancezorg. We zijn hier al een aantal jaren over bezig, dit onderwerp. We hebben het ook al diverse malen hier besproken. En langzamerhand krijgen we steeds duidelijker wie aan welke touwtjes trekt. En laat ik het zo zeggen, dit college, maar ook de colleges op Voorne Putten, trekken niet aan de touwtjes van de HAP. Dus, en volgens mij hebben we dat al diverse malen hier onder aandacht gebracht. We kunnen heel veel in de lobby. We kunnen heel veel onder de aandacht brengen. Dat doen we ook. Dat doen we ook gezamenlijk op het eiland. Dat doen we ook buiten het eiland. Hè? Want het is ook regionaal aan de orde, omdat we toch ook met zorg die zeg maar voor de putten overstijgend is te maken hebben. Zeker als we het hebben over ziekenhuiszorg. Hè? Spijkenisse Medisch Centrum is geen volwaardig ziekenhuis meer. Dus we hebben met elkaar te maken met dienstverlening die op elkaar is afgestemd, maar waar we niet eenduidige aansturing in hebben. En nou, de burgemeester zal ongetwijfeld zo meteen nog over de ambulancezorg hebben, want ambulancezorg is inderdaad, hè, daarom is het goed ook dat aan de orde komt. Het heeft met elkaar te maken, maar het wordt op een andere manier beïnvloed. Dus de HAP neem ik dan voor mijn rekening. En met betrekking tot de verbetering in Spijkenisse, daar hebben we uitgebreid ook informatie over gekregen dat zoals de huisarts op dit moment zich presenteren met één volwaardige, goed geoutilleerde HAP, dat de mogelijkheid om dat te splitsen naar twee HAPs op het eiland, dat eigenlijk alleen maar ten koste van de kwaliteit gaat. En die discussie hebben we, ik meen al twee keer hier in deze ruimte gevoerd. Dus ja, ik hoop eigenlijk dat we daar niet meer op terug hoeven komen, buiten het feit dat die lobby natuurlijk wel steeds door blijft gaan. Dus dat u van mij mag verwachten dat die aandacht daarvoor ook met de collega's samen er zal blijven. Personeelstekorten en ambulances, daar hou ik me heel eventjes buiten. Maar ik heb nog wel een vraag over de laatste bullet die in de motie is genoemd.
bij verzoek het college. En daar staat dan de gemeenteraad op Voorne-Putten zo spoedig mogelijk te informeren over bovengenoemde acties. Dat is vanuit West-Voorne natuurlijk een beetje moeilijk, omdat we met elkaar wel een overleg hebben, maar wij niet over de gemeenteraadsinformatie gaan, bijvoorbeeld in Issewaard, in Brielen of in Hellevoetsluis. Maar het wel goed is dat we met elkaar afstemmen welke informatie we met elkaar delen. Dus als u zegt van nou, deel die informatie en laat het aan elk college dan wel aan elke raad om die informatie te delen, dan is dat prima. Maar ik denk dat het moeilijk is om van ons als college te verwachten dat wij de gemeenteraad van bijvoorbeeld Nissewaard over onze acties informeren. Dat denk ik dat dat iets te ver gaat. Maar, dus misschien dat u daar in tweede instantie nog eventjes op in wil gaan. Maar die informatiestroom kan natuurlijk gewoon ook vanuit u als raad richting uw collega-raadsleden gaan. Dat was het wat mij betreft in eerste instantie in één beantwoording. Oké, dank u wel. Dan de, vanuit de portefeuille veiligheid. Een paar opmerkingen. We zijn het over de inhoud van deze motie. Waar het gaat veiligheid zijn we het eens. Maar dat had u van mij niet anders verwacht, denk ik. Omdat u weet dat ik namens u al heel lang bepleit dat dit moet gebeuren. En ik sta er gelukkig niet alleen in. Er zijn gelukkig meerdere collega's die zich zorgen maken over de aanrijdtijden en daarin via de VRR regelmatig standpij overmaken. En wat dat betreft vind ik wel dat we de VRR moeten nageven dat ze er ook alles aan doen met de beschikbare middelen het maximale eruit te halen. Dat is één. Twee, zijn we in ieder geval blij dat het gelukt is om extra middelen vanuit het Rijk deze kant op te krijgen. Vanuit de zorg deze kant op te krijgen. En dat er daardoor ook extra ambulances kunnen rijden. De algemeen directeur heeft daar onlangs hier in de commissie nog over gesproken. Dan komt wel het probleem, en meneer Heidakker stipte dat al aan, dat er op dit moment onvoldoende opgeleid personeel is om die ambulances dan ook structureel te bezetten. En dat is wel een zwaar probleem, waar wij uiteraard richting VRR zeggen van ja, los dat op. Tegelijkertijd hebben ze ook te maken met eisen die op andere plekken weer bepaald worden. Dus wij ondersteunen de VRR, de directeur en ook zeker de voorzitter in hun pleidooi om te kijken naar, moeten die eisen voor het opleidingspersoneel nou zo streng zijn? Ja, we willen goed personeel, tuurlijk, want ambulances zijn geen wagens meer die gewonden ophalen naar het ziekenhuis brengen. Het zijn in feite rijdende ziekenhuizen geworden, want op het moment dat je in de ambulance bent, of eigenlijk als je ervoor ligt, begint de zorg al. Dus ja, daar moet je goed gekwalificeerd personeel hebben, maar moet dat dan ook altijd met die regelgeving zoals die er nu op ligt. Daar wordt over gediscussieerd en wij ondersteunen daar de voorzitter en de algemene directeur van harte in. Dus daar mag je mij ook op aanspreken dat ik daar ook voor pleit. Dat is gelijk ook een antwoord aan de inspreker. Welke argumenten ik daarbij gebruik, ik heb met de gemeenteraad te maken. Dus ik kijk naar de motie. Als de motie, welke motie wordt aangenomen? Er zijn nog wat vragen gesteld, dus ik hoor wel hoe meneer Heindijk daarmee omgaat. Maar dat is de leidraad waarmee ik richting de collega's op het eiland ga, maar ook richting de collega's in de VRR zal gaan. Dat gezegd hebbende, meneer Heindijk, er is een aantal opmerkingen gemaakt over de motie. En aan u om daarop te reageren. Dank u wel. Ja, ik wil als eerste wat betreft de HAP in Spijkenisse. Natuurlijk met hartog willen we dat de HAP in Spijkenisse, dat die natuurlijk volledig en goed ingericht is. Want we hebben daar natuurlijk al genoeg problemen gehad. Wat betreft de bezetting van de HAP niet alleen, maar ook het materiaal waar men mee werkt. En we willen natuurlijk ook dat die huisartsenpost in Spijkenisse, want hebben we hem in Spijkenisse, we hebben er maar één op dit moment op Voorne-Putten, dat die dan natuurlijk ook gewoon zeven dagen in de week en het liefst natuurlijk 24 uur, dat die dan open is. Dus die moet up-to-date zijn. Als tweede opmerking, en dat is misschien gelijk voor meneer Vriend. Hebben we daarin opgenomen, dan praten we dus over de betrokken organisaties die het niet mogelijk lijkt, dus om een tweede HAP op Voorne-Putten te realiseren.
waar hebben we dat vandaan? Onder andere heb ik het betoog van de heer Heidakker heb ik al eerder gehoord. Het was in Hellevoetsluis. Toen heeft u daar ook over gesproken. En het is niet alleen bij u vandaan. Hou me te goede dat ik... we hebben natuurlijk ook onze sprieten uitgezet. Het zijn de huisartsen die dat tegenspreken. Er is geen geld. En de zorgverzekeraars. Enfin, noem alles maar op. We geven dit eigenlijk overwegende dat en ook gelijk een signaal af van ja, het lijkt dus niet mogelijk te zijn dat daar dus dat we een tweede hap, dat die op Voorne Putten te realiseren is. Dat is eigenlijk de insteek van de regel, de zin die er staat. Wat betreft, voorzitter, mevrouw Vermeer, reuze bedankt voor uw adhesie die u betuigt naar deze motie. Het is inderdaad waar wat u zegt. En het zou ook mooi zijn dat die raad breed hier aangenomen wordt. Hartelijk dank hiervoor. Mevrouw Blok, ongetwijfeld, en ik heb u al eerder gehoord in de commissie, doet u net als de heer De Jong uw best om alles goed te realiseren. En daar ben ik ook heilig van overtuigd. Ik spreek u ook in deze motie niet tegen, laten we dat even vooropstellen. Maar ik wil wel even hoe wij dit opgesteld hebben en hoe u het dan kan lezen, dat is het volgende. We hebben geschreven van verzoekt het college gezamenlijk met uw collega-colleges op Voorne Putten, en dan komt hij, deze motie kenbaar te maken aan de gemeenteraden van Voorne Putten. En als de motie dan kenbaar gemaakt is, ja, dan verzoeken we ook de gemeenteraad op Voorne Putten zo spoedig mogelijk te informeren over bovengenoemde acties. En dat is natuurlijk inherent aan de colleges en uw collega's, hoe ze dat dan hoe ze dat in de gemeenteraden gaan doen. Eerst hadden we hem andersom staan, dat geef ik eerlijk toe. Toen begonnen we met de gemeenteraden en daarna de motie kenbaar te maken. Toen hebben we hem de motie lopend te krijgen met de mooie zinnen, hebben we dat omgedraaid. Als u het zo leest, dan, en ik denk dat iedereen het zo leest, dan wordt hij zo, dan laten we dat dan aan ieder over, maar wel dat het natuurlijk zo spoedig mogelijk dat de mensen geïnformeerd worden, want daar doen we het voor. Meneer De Jong, inderdaad, u heeft gelijk. Er zijn meer ambulances. Ik heb het pleidooi, ik was er niet bij, maar ik heb het van mijn collega gehoord. Dat was prima. En ook het personeel wat niet voldoende opgeleid is, dat heb ik ook die informatie heb ik ook gehaald bij de ambulancedienst en ook bij de huisartsen. Dat was op 12 april jongstleden in Hellevoetsluis. Daar is daar uitgebreid over gesproken. Hele tekst en uitleg is er gegeven over personeel. Dat we jammer genoeg niet voldoende personeel hebben. De ambulancedienst houden we te goede. Wat betreft op de ambulances. Hier in de regio. Dus daar twijfelen we absoluut niet aan. En ook aan u, de opdracht. En ik ben blij dat u zegt, de inhoud van de motie, daar kunnen we ons mee vinden en daar kunnen we mee uit de voeten. En dan hoop ik dat we dadelijk met z'n allen dat we instemmen met deze motie. En dat wil ik verzoeken aan de griffier om dan morgenochtend de motie gelijk door te sturen naar de andere griffies. Ik hoop dat ik zo iedereen beantwoord heb. Dank u wel. We gaan kijken of er nog vragen of opmerkingen zijn. Ik ga even het rijtje weer af. Meneer Hartog. Ja, voorzitter, ik heb het toch nog eventjes over punt 2 van verzoekt. De serviceverlening van de HAP in Spijkenisse te verbeteren. Die is niet verder vormgegeven, dus dat is altijd goed. Dus het maakt niet uit wat ze doen. Het is altijd een verbetering. Dus mijn voorstel zou toch zijn om die zin wat concreter te maken door te zeggen van een verbeterplan aan de raden aan te bieden binnen 3 maanden. Want hij is nu al heel erg vrijblijvend. Ik vind prima, ik wil hem steunen, maar ik denk niet dat er veel verandert. Dus lijkt mij verstandiger om daar iets concreter te zijn, dat je als raad ook een verbeterplan binnen 3 maanden verwacht. Okay. Dank u wel. Meneer Vriends, niets. Mevrouw Roggeveen. Ja, ik zou ook nog even willen reageren op vragen van sommigen, want niet alles is beantwoord. Ten eerste kan ik me vinden in wat meneer Hartog zegt wat betreft een verbeterplan. Wij hebben natuurlijk verder nagedacht over die serviceverlening, maar daar kan je niet helemaal over in detail treden in een dergelijke motie. Maar wij hebben ons bijvoorbeeld ook afgevraagd of het niet mogelijk is, omdat de spoedeisende hulp maar tot 9 uur open is, maar dat er wel alle faciliteiten in het ziekenhuis aanwezig zijn,
of het niet mogelijk is dat de HAP, de huisartsenpost, een upgrade krijgt eigenlijk. Dus meer handelingen kan verrichten die nu door de spoedeisende hulp gedaan worden, dat die wellicht bij de huisartsenpost toegevoegd zouden kunnen worden. De apparatuur is er vaak. Dus dat is iets wat overdacht moet worden. Maar dat gaat te ver om dat in een motie samen te vatten. Maar misschien in antwoording ook op wat meneer Gelderland zegt. Dus dat is een van de dingen die wij onder serviceverlening verstaan. Uitbreiden van de faciliteiten, de mogelijkheden. En natuurlijk die wachttijden, dat die niet te lang worden. Even kijken hoor. Meneer Hartog die zegt van... Zijn we dan tevreden met één HAP? Nee, we hadden ook liever gezien dat er nog een andere HAP had geweest op Voorne. Maar de aanrijding, omdat dat nu tot nog toe niet lukt en waarschijnlijk ook het verschiet niet erin zit, denken wij dat het belangrijk is om in ieder geval die ambulancezorg heel goed te maken, zodat mensen met acute problemen, hele belangrijke problemen, ook direct op de juiste plek komen in de ziekenhuizen. En dat die huisartsenpost dus misschien nog een plus opgewaardeerd kan worden. Dat we daar vooralsnog mee aan het werk gaan. Dank u wel. Mevrouw Vermeer. Misschien even reageren op eventueel uitbreiding van de HAP. Ik weet dat als je met gecompliceerde zorg aankomt bij een HAP en je wilt een ziekenhuis uitbreiden, ja, dan heb je ook een narcotiseur nodig en je hebt allerlei specialisten nodig. Dus wat moet je dan doen, een ziekenhuis optuigen? En dat zijn allemaal marktpartijen, dus daar gaan wij natuurlijk niet over. Sowieso hebben we het hier, er wordt gesproken over een verbeterplan binnen 3 maanden. Maar ja, we hebben het inderdaad over marktpartijen, dus daar gaan wij gewoon helemaal niet over. Kijk, waar we onze invloed moeten... Mag ik daar even op reageren? Aanvullende vraag, gaat u gaan. Nee, ik wil daar graag even op reageren. Ja. Natuurlijk willen wij niet dat daar operaties uitgevoerd worden of iets dergelijks. Maar je kunt wel bijvoorbeeld over röntgenfoto's of iets dergelijks nadenken. Want okay. Die kunnen via internet door de doktoren bekeken worden. Ja. Ja, hou de discussie verder op hoofdlijnen, zou ik zeggen. Ja. Dat lijkt me, ja, prima. Maar we moeten even terugdenken naar de kern van de zaak. En dat zijn die aanrijdtijden. En die aanrijdtijden die zijn in West-Voorne echt... Brek maar even tot hier, want daar zitten we hier voor. Die zijn echt, in plaats van 95%, nu 85%. Ik hoor dat ambulances uit Rotterdam komen en dus hier voor een spoedrit te plaatsen komen. Maar ook uit Rotterdam komen en in Dirkstand. Dus die aanrijdtijden, dat is gewoon heel ernstig. En... dat is iets wat je met deze motie wel kan doen, want je moet heel goed weten waar je grenzen liggen als raad. Je kan wel met deze motie zeggen, eigenlijk precies wat er staat, burgemeester, probeer met deze problematiek dit aan te kaarten bij de andere burgemeesters en ga toch nog eens een keer proberen om druk uit te oefenen. Want ik denk dat wij we kunnen gewoon niet accepteren dat mensen... Nou ja, ik zou bijna zeggen sterven, omdat de ambulance gewoon veel te laat is. En ik denk dat we daar alles aan moeten doen. Dus mij betreft laten we de motie zo en geven we de opdracht mee aan de burgemeester. Anderen nog, meneer Gelderland. Dank u, voorzitter. Ja, een van de punten waar de heer Reinig niet op inging, was de opmerking die ik maakte over het in één motie vervatten van probleem en oplossingen voor de HAP. En de aanrijdtijden. En mevrouw Vermeer geeft het ook al aan, die aanrijdtijden zijn de kern van... mijn kern van de zaak. En daar kunnen we ook een heel duidelijk gekwantificeerd doel op loslaten. Bovendien geeft wethouder Blok aan dat de werkelijke formele invloed die er uitgeoefend kan worden als het gaat om die HAP eigenlijk 0,0 is. En dan vraag ik me af of deze motie niet aan zeggingskracht zou winnen als je hem zou beperken tot de aanrijdtijden van de ambulance. Dan zou ik daar graag nog... bij het verzoek aan het college wel aan toe willen voegen. Het verzoek aan het college om in samenwerking met de raad een zienswijze in te dienen op het beleidsplan 2018-2022 van de VRR aangaande dit onderwerp. En ik zou aan de portefeuillehouder, aan de burgemeester willen vragen. Burgemeester, we hebben vorig jaar november eenzelfde motie aangenomen. En kunt u eens aangeven wat erop nou grosso modo de acties zijn geweest en met welk resultaat?
En hoe we dat deze keer zouden moeten zien. Dank u wel. Ik kijk even naar de indieners van de motie. Want er zijn ook vragen gesteld over een eventueel wijzigen van de motie. Hoe gaat u daarmee om? Natuurlijk. Dan wil ik dat even met mevrouw Roggeveen even opnemen. Dat moeten we even schorsen. Maar, ja, maar voorzitter, wat betreft dus het voorstel van de heer Hartog. Wat betreft de heer Gelderland, om dus alleen maar je te beperken, want daar komt het dan in een grote lijn op neer, wat betreft de uitrukkende ambulances. Ja, kijk, het is het uitrukken van de ambulances. En we horen natuurlijk regelmatig, en dat is niet niks vreemds hier op het eiland, horen we natuurlijk de mensen reclameren over de huisartsenpost. En dat hoor je bij alle gemeenteraden hier op Voorneputten. En ik zeg niet dat ik alle gemeenteraden op Voorneputten na wil doen, absoluut niet. Want we zijn nu op dit moment zijn we de eerste die dus hiermee aankomt. Weer een keer mee aankomt. Maar ik wil graag die HAP voorzitter, die wil ik toch graag betrekken bij de motie, sorry, bij de aanrijdtijden van de ambulance. Want gezamenlijk trekken dan de colleges met elkaar op. De een dus voor de zorg en u doet het weer voor de veiligheid. Dus vandaar wil ik hem gewoon zo houden. Ja, de inhoud van de motie. Maar ik wil wel even met u even praten over het voorstel van de heer Hartog. Ik kom zo terug op de schorsing. Als ik heel even mag reageren, voorzitter. Laat ik op het begin net zeggen dat ik dit een groot probleem vind. En dat het mij ook heel wat waard is dat dit een oplossing krijgt. Maar ik denk dat we dan wel een goede oplossing moeten zoeken. En dat doe je door, denk ik, ook een goede motie te maken. We hebben daarnet gehoord, en dat hebben we allemaal kunnen horen, dat de wethouder Blok aangeeft, die HAP, daar kunnen we niet veel van zeggen. En ik denk dat als je zo'n toch tamelijk vaag onderwerp, waar we eigenlijk niks aan kunnen doen, geen echte invloed op hebben, in deze motie laat staan, terwijl je een ander heel duidelijk speerpunt hebt, dan gaat die motie aan zeggingskracht verliezen. En uiteindelijk ga je dan niet het doel bereiken wat je nastreeft, denk ik. Dus vandaar dat ik zou pleiten voor aanpassing van de motie. Punt is helder. Wanneer wilt u de schorsing? Nu? Of nadat het college nog aan de beurt is geweest? Eerst college en dan nadat het college, dan schorst u en krijgt u nog de kans om daarop terug te komen. Wethouder Blok. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, heel eventjes ingaan toch op dat verbeterplan, want ik meen dat ik ook in eerste instantie met de beantwoording al had aangegeven dat als het om de HAP en om het Spijkenisse Medisch Centrum gaat, dat wij slechts in de lobby iets kunnen betekenen, maar dat wij daar echt niet aan de knoppen draaien. Dus ik vind het heel erg belangrijk dat voor u de schorsing ingaat en wellicht dit als punt mee wilt nemen, dat u dan van ons in principe helemaal niets kunt verwachten. Dus daar wil ik ook eerlijk in zijn. Op het moment dat we het in de lobby hebben over met elkaar betere afstemming vinden, dan kunnen wij voor u echt aan de gang. Maar substantieel wijzigingen aanbrengen in de dienstverlening van HAP en Spijkenisse Medisch Centrum, dat mag u echt van ons niet verwachten en daar kunnen we u niets in bieden. Wat betreft de zienswijze, er komt een zienswijze in de richting van de commissie. En ik zou zeggen, filter die vooral aan vanuit het college. Dus in de volgende commissievergadering is dat al. Dus die is over 2 weken. En ik zou ook zeker zeggen, ja, dit is een belangrijk punt. Dus doe dat niet alleen via motie, maar doe dat inderdaad met name ook via de zienswijze. Want wat ermee gebeurt, dat is ook met de motie gebeurd, met de vorige motie. Daar is het niet mee begonnen natuurlijk, want we zijn al jaren bezig om dingen te verbeteren. Maar die worden kenbaar gemaakt bij de VRR. Dat wordt ingebracht in het algemeen bestuur. En daarmee zijn we vooral bezig om de druk op de directie en op het bestuur, maar op de directie zo hoog mogelijk te houden om vooral resultaten te blijven boeken. En dat is wat er dus ook met deze motie zal gaan gebeuren. Ja. Aanvullende vraag? Kleine aanvullende vraag, misschien een domme vraag, maar ik mag toch stellen, want we hebben het steeds over de VRR of dat een externe partij is. Ik mag toch wel stellen dat we samen met die 15 gemeenten de VRR zijn in feite. Het bestuur vormen en dat als de burgemeesters toch allemaal dit probleem onderkennen, dat we toch als bestuur in staat moeten zijn om de prioriteiten zo te leggen dat we kiezen voor de ambulance en dingen die wellicht een stuk verder weg liggen wat minder aandacht geven. Als het zegt zoals u is, dan is het zo, dat klopt, als alle burgemeesters het ook vinden, maar niet voor iedere gemeente is het probleem hetzelfde. Laten we daar gewoon duidelijk in zijn. En voor ons in het landelijk gebied, dat geldt voor Goeree ook, is dat wel zo. En ook voor een paar andere gemeenten, die trekken daarin zeker al jaren gezamenlijk in op. Maar er zijn ook gemeenten waarbij dat anders ligt. Daar moeten we ook gewoon eerlijker zijn.
Hoe lang heeft u nodig voor de schorsing? 5 minuutjes, dan schors ik tot 9:30. Dames en heren, ik heropen de raadsvergadering. En ik kijk naar de indieners van de motie die schorsing hebben aangevraagd. Of de schorsing nog ergens toe heeft geleid. Kleine tekstwijziging. En dat ging namelijk, wat de heer Hartog al aanhaalde, bij verzoekt het college gezamenlijk met de colleges voor de Putten. En dat het, even kijken, het tweede bolletje. Daar hadden we staan haar invloed aan te wenden om de serviceverlening van de Hap en Spijkenis te verbeteren. En daar willen we van maken. De serviceverlening van de Hap in Spijkenissen te sprake te brengen. En dan zetten we het wat mevrouw Blok er straks zei, de lobby. Dan brengen we denk ik op die manier toch de lobby op gang. Denk ik. Ja. En ja, en waar ik het ook nog eventjes over gehad heb, maar niet in de motie, maar wat ik dan toch even mee wil geven, dat is, we hebben hier natuurlijk op Voorne Putten aardig wat, en zeker op Voorne aardig wat huisartsenposten, praktijken. Het zou natuurlijk eigenlijk toch, als er nou een tweede hap niet, mevrouw Blokker, kijk even naar u, als er nou een tweede hap niet te realiseren is, en ook naar de burgemeester, dan zou het natuurlijk fantastisch zijn als dan, dat wil zeggen, 1 op de 4 huisartsen, dat hij dan zijn praktijk s'avonds en in het weekend gewoon openhoudt. En dan kunnen we dan met z'n allen naartoe, zoals vroeger hadden. Maar goed, ik geef het u alleen ter overweging mee om dat ook eens aan te halen. Voorzitter, is het duidelijk of moet ik het nog een keer zeggen? Voor mij is het duidelijk. Ik zal het even samenvatten. De beraadslaging is geweest, dus we gaan zo de stemming in. U heeft het tweede bolletje bij het verzoek gewijzigd in de serviceverlening van de Hap in Spijkenissen ter sprake te brengen. En dat is het verzoek aan het college. Goed. Dan ga ik de motie in stemming brengen, de gewijzigde motie dus. Is er nog behoefte aan een stemverklaring? Is dat niet zo? Wel, meneer Gelderland, gaat u gang. Dank u, voorzitter. Ja, nou, ik ga nogmaals herhalen dat het probleem me echt aan het hart gaat. En dat ik graag een goede oplossing zou zien, maar dat ik toch tegen de motie ga stemmen. Omdat ik het geen goede motie vind. En dan ga ik er ook niet meer in stemmen, sorry. Andere stemverklaringen? Niets. Mag ik u dan bij hand opsteken vragen wie voor de motie aanrijdtijden ambulance huisartsenpost is? Dat zijn de fracties van VVD, IBW, D66, CDA, PvdA, Partij West-Voorne, 4 leden en 1 stem tegen. Daarmee is de motie met 14 stemmen voor en 1 tegen aangenomen.